Wat een groot ding, joh. Ik had echt niet verwacht dat het zo'n hele mooie grote hangmat was. Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Action Shoplog. We zijn er weer met de ouderwetse shoplog. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn blog budgetproof.nl. Ik zou het heel leuk vinden als je me volgt op Instagram, @marloesbudgetproof. Ik ben heel erg blij dat jullie allemaal zo enthousiast hebben gereageerd op de video van vorige week. Want wat waren jullie blij dat we terug zijn. 3 huishoudelijke mededelingen. De klok. Ja, die is te koop bij Action. Nee, er zit nog steeds geen batterijtje in. 2, like en abonneer, zodat je op de hoogte bent van al onze nieuwe video's. En nummer 3, dit is een shoplog ter inspiratie. Zodat je lekker gericht kan winkelen, effectief je boodschappenlijstje afvinken. Zodat je niet te lang in de winkel hoeft te blijven hangen. En hou een beetje rekening met elkaar natuurlijk, 1,5 meter. Dan kunnen we allemaal met heel veel plezier weer gewoon Action bezoeken. Oké, jongens. Deze tas zit echt tot de nok vol met spulletjes voor vakantie in eigen tuin. Want we blijven dit jaar waarschijnlijk thuis vakantie vieren op eigen balkon in eigen tuin. En deze tas zelf is ook wel even het benoemen waard. Want kijk hoe leuk die is met allemaal safari dieren. En alvast excuses weer voor al dit gehannes met het bonnetje, jongens. Ik ben er niet goed in. Ik heb al jullie tips gelezen. Ik doe echt mijn stinkende best. Maar ik kan gewoon nooit wat vinden in deze lijst. Laten we beginnen met dit fantastische ding. Vakantie in eigen tuin betekent natuurlijk niet dat je er als een slons bij hoeft te zitten. Super diva glam in je eigen tuinstoel. €1,50. Kost echt geen drol. Dit vind ik echt een van de uitvindingen van de eeuw. Dit is een elektrische vliegenwepper. Ik ben motorisch niet zo handig. Dat weet je waarschijnlijk wel als je de shoplogs al vaker hebt gezien met mij. En het maakt dan niet uit of je echt heel erg goed raakmapt. Maar zolang je die vlieg maar mapt, dan is hij echt wel morsdood als je dit knopje indrukt. Hij werkt op batterijtjes. €1,79. Wat hebben we hier? Ik heb hier een tuindoek. Ik ga hem even uitpakken. Het is echt een mega groot ding. Dit is met, wat zijn het? Zijn het tulpen? Nee, het is geen tulpenveld. Het zijn andere bloemen. Ik heb niet zoveel verstand van. Maar ik vond het er in ieder geval heel erg gezellig uitzien. Maakt je tuin een stuk vrolijker. En hij kost €2,89. Zomer in eigen tuin is natuurlijk niet compleet zonder een lekker drankje. Nu heb ik hier ijsblokjes die herbruikbaar zijn. Het zijn er 20 stuks. En ze hebben allemaal verschillende kleurtjes. Dus ook al drink je gewoon een glas koud water met zo'n ijsblokje erin, ziet het er al heel gezellig uit. €0,69. Over ijs gesproken. Zelf ijsjes maken is dus heel makkelijk. Je pureert gewoon wat fruit met wat water of melk en dat vries je in. Ik doe het regelmatig. Of je favoriete frisdrank en dan in zo'n leuke ijsvorm. Action heeft ze in verschillende vormen. Dit is dan een cactus, maar was er ook in een ananas en volgens mij een watermeloen. €0,69 per stuk. Ik had hem in de vorige shoplog eigenlijk ook al meegenomen, maar toen een modelletje wat leuk was voor mijn moeder. Dit keer ging ik voor een zonnebrilletje waar ik zelf blij van word. Hij is €0,99. Kost echt heel weinig. Prima dingetje. Helemaal leuk. Ik tover even een van mijn favoriete dingen uit deze tas. Het is namelijk een hangmat. Een hele vrolijke. Ik ga hem uitpakken. Hij komt dus in zo'n leuk meeneemzakje. Wat een groot ding, joh. Ik had echt niet verwacht dat het zo'n hele mooie grote hangmat was. 2 meter keer meter. Deze hangmat voor buiten kost €5,99. Ik vind dit ook echt een super leuk cadeautje. Ja, ik ben dus heel benieuwd of jij team badpak of team bikini bent. Laat het even achter in de poll. Bij mij is het een bikini geworden. Simpelweg omdat ik een bikini een stuk praktischer vind. Dit is gewoon een triangel bikinietje. Maar wel met een heel hip printje. Hij is in de weekactie toevallig deze week. En hij kost €4,95. Leuk voor bij de bikini. Of sowieso handig in de tuin natuurlijk zijn deze slippertjes. Het lijkt net namelijk of deze van dat hippe touw hebben, wat tegenwoordig helemaal hot is, zijn €2,99. Dit is wel echt zo'n leuk Action product. Dit is een ice cold slush en smoothie maker. Yes, het ziet er leuk uit. Je moet deze beker in de vriezer doen voordat je hem gaat gebruiken. Dan schenk je je favoriete drankje erin. En dan knijp je draaiend 1 minuut lang in de beker. Zo dus. En dan heb je dus je eigen slushie. Dit is leuk. Hij kost €2,99. En hij is er in verschillende kleurtjes, zoals je ziet. Hier is een vliegenkap. En deze kap die weerhoudt vliegen en andere insecten ervan dat ze je eten gaan opsmikkelen. Oh, wat leuk dit. Kijk, dat moet je zo uitvouwen. Tadaa. Nah. En dit zet je zo over je salade of iets dergelijks. €0,57. Oké, ja, ik ben gewoon dol op eten, snackies. En ik kwam dit tegen. Dit is Big Jeff Barbecue Master Jalapeno Lime Saus. Dit lijkt mij een soort van knoflooksaus of zo, maar
Oké, dit smaakt naar knoflooksaus, maar dan next level. Lekker pittig en heel fris. Oeh, dit is echt heel lekker. €1,19 kost dit sausje. En hij is er ook in allerlei andere leuke varianten. En ik ben... Ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd of jullie een tuin hebben of een balkon of zo. Ik ga even over op dingetjes voor de kids in de tuin. Want die zijn natuurlijk dol buiten spelen. En dit ding had ik vroeger ook. Fantastisch. Een waterbom heet het. Je maakt hem nat. En dan kan je hier dus mee slingeren en dat door de hele tuin gooien. Hij kost maar... 99 cent, als ik het goed heb. Next, ook voor de kids. Dit is een bellenblaas zwaard. Even kijken. Oh ja, fantastisch toch dit? Ik ben oud en ik word hier heel enthousiast van. Dus laat staan hoe blij je kinderen hiervan worden. Hij kost 49 cent. Nog even in kids thema, maar stiekem vind ik dit ook gewoon heel leuk. Dit is een pomp en waterballonnen in één. En dan pomp je ze echt in een paar seconden op. €1,92. Tadaa! Wat een fantastische handschoenen zijn dit. Ik heb me dus echt ontpopt als een tuinder. En deze kunnen natuurlijk niet ontbreken. Deze zijn in panterprintje. Maar je hebt ze ook in allerlei andere printjes. Ze kosten 79 cent. We blijven even bij de moestuin. Zoals ik al vertelde, heb ik stiekem al een aantal van deze thuis staan. Ik heb wortels en rucola, geloof ik. Dat groeit echt fantastisch. Dit is basilicum. Dat schijnt ook een makkelijke groeien te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vertel je, je hoeft hier echt geen groene vingers voor te hebben, want dat heb ik ook niet. En hij kost 89 cent, dit complete setje. Dit is een ijsje, maar een handventilator. Oh, fantastisch. Dus als je helemaal weg zit te smelten in de tuin, dan neem je gewoon dit handventilatortje erbij. Stiekem is deze natuurlijk voor kids, maar ik vind hem gewoon echt heel cute uitzien. 79 cent. Kennen jullie deze nog van vroeger? Ik wel in ieder geval. Ik vond dit geweldig om vroeger te doen. Dit is zo'n elastiek waar je aan twee kanten kan gaan staan en dat je zo in en uit moet springen. Deze is in paars, maar is in heel veel verschillende soorten. 79 cent. Buiten eten wordt natuurlijk een stuk leuker als je je tafel gezellig hebt gedekt. Misschien maken we daar ook nog wel een video over. Laat ons vooral weten hier in de reacties als je leuke ideeën hebt of wat je graag wil zien in deze gekke periode. Wil jij juist weten wat voor kussentjes er zijn, zodat je lekker in de bank weg kan kruipen? Of wil je weten hoe je je bureau leuk aankleedt? Alles mag. Laat het ons weten hier in de reacties. Dit zijn twee bekers voor buiten eigenlijk, want ze zijn van kunststof, gemaakt met bamboe. Deze hebben echt een fantastisch printje, vind ik. Maar ze waren er ook met luipaarden, dus het was even lastig kiezen voor mij. Ze kosten 69 cent per stuk. Blijf eventjes bij de tafel, want hoe gezellig is dit tafelkleed? Ja, ik ga het even voor je uitpakken. 1,40 meter keer 2,5 meter, dus het is gewoon geschikt voor een flinke tuintafel. Gemaakt van 100% PVC, dus dit kan je gewoon afnemen en weer opvouwen voor de volgende keer. Ik verdwijn even achter dit tuintafelkleed. Hij kost €5,95. Deze kennen we allemaal wel, denk ik. Het is een strandmat. Tadaa! Gewoon zo'n eenvoudig matje. Makkelijk op te rollen. Mee te nemen aan het handvatje. Echt super goedkoop. €1,34. Ik word hier dus echt oprecht gewoon direct blij van als ik dit zie. En hij is nog echt heel mooi ook. Want ik zie nu pas dat hij kleurverloop heeft. Dit is een ananasglas met een rietje dat je kan hergebruiken. Hij kost 89 cent. Zo, al deze dingetjes heb ik verzameld om te zonnen in eigen tuin. Hier, dit is zonnebrand. Nova factor 50. Ik heb een belaste familie. Dus ik moet heel erg opletten dat ik me goed insmeer voor de zon. Maar sowieso zou iedereen dat natuurlijk moeten doen. Aftersun met een shimmertje erin. Oh kijk, wat leuk. Er zitten echt shimmers in, een soort van glitters. Er zit echt heel veel in. 200 milliliter zag ik. Het kost €2,95. En als je dan zit te verknetteren in de zon en je denkt echt, oh zo heet. Dan heb je dit. Dit is echt wel een luxe poezeproduct hoor. Maar dit facial water spray. Ja, het is gewoon verfrissend. En als je dan niet van zon houdt, eigenlijk een beetje bent zoals ik dus. Want ik smelt in de zon. Dan is dit een heel handig product. Dit is namelijk self-tan water. Er zit er arganolie, olijfolie en carrot extract, dus wortelextract in. Heel benieuwd wat voor kleur je hiervan krijgt. Probeer dit vooral even thuis uit. Ik ben echt heel nieuwsgierig hiernaar. €1,99. Deze heb ik nog meegenomen voor de kindjes. Als ze willen spelen in eigen tuin, is dit wel echt mega leuk. Stoepkrijt, maar dan anno 2020 denk ik. Want er zitten allemaal sabloontjes in. Een soort van verfroller waarmee je dan dat stoepkrijt op de grond kunt verven over een sjabloon. 99 cent.
99 cent. Hoe dan? Ik wil dit gewoon op mijn eigen stoep een unicorn krijten. Ik ga dat doen. Oh ja, dit is wel echt een beetje een random product in deze hele serie met vakantie in eigen tuin. Maar ik ben dus gewoon dol op mezelf. Leuk aankleden en ik kwam deze tegen. Hij kost €1,49 en hij was er ook met allerlei andere bloemetjes. Ongenodigde gasten voor vakantie in eigen tuin willen we natuurlijk niet. Dus daarom zijn deze twee producten. Dit is insectenspray. Handig om altijd in huis te hebben natuurlijk. Deze kost 99 cent. En dan hebben we hier tegen de muggen. Dit is een armbandje met citronella geurtje. Hij kost 79 cent. Yes! Vakantie in eigen tuin is niet compleet zonder marshmallows natuurlijk. Ik weet dat je marshmallows gewoon warm moet maken, maar... €1,39. Nou, en als de avond dan valt, zon is weg, dan wil je natuurlijk gezellig in de tuin zitten met deze lieve solarlampjes. Action ligt echt vol met solarlampen, dus daar heb je geen elektriciteit voor nodig. Die laden op met de zon, dus op zonne-energie. Hij is nu in een weekactie voor 84 cent. Heb jij muziek in de tuin? Ik in ieder geval wel, want ik vind het altijd heel erg gezellig om even lekker met muziekje daar een drankje te drinken. Dit is een Bluetooth speaker. Dus daar heb je geen stekkers en allerlei ellende voor nodig. Deze kun je gewoon ophangen, want er zit een karabijnhaakje aan. Je kan hem trouwens ook aan je broek hangen, maar ik weet niet wie dat doet. €3,99 en je kan hem echt heel eenvoudig met je telefoon verbinden. En hij is nog waterproof ook, of in ieder geval splashproof. Oh, deze zijn nog voor tafelkleed. Die hang je dus gewoon aan de hoeken van het tafelkleed en dan blijft het gewoon netjes hangen. Ze zijn €1,66 en er waren ook allerlei andere fruitsoorten en cactussen. Dus je kan helemaal los met wat jij leuk vindt. Dit is een korte broek. Deze korte broek vond ik er heel leuk uitzien. Hij heeft allemaal kleine mini polkadots. En hij is heel erg luchtig. Dus perfect voor een warme zomerdag of lekker in de tuin. Ze vallen vrij ruim, heb ik gehoord. En dit is een emmetje. €3,99. Nou, dat was hem alweer. Echt super veel leuke dingen weer geshopt. Volgende week maandag zijn we er weer met een shoplog in een ander thema. Laat me vooral weten wat jij volgende week wil zien. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren, zodat je op de hoogte bent van onze video's. En dan zien we je volgende week heel graag weer. Tot dan! Doei!